vloeibaar gas. Want we willen niet langer de schatkist van Poetin spekken, die met de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne bezig is. En daarom stoppen we zo snel mogelijk met het importeren van olie, kolen en gas uit Rusland. En om daar minder afhankelijk van te zijn, zetten we volop in op energiebesparing en meer duurzame energie van eigen bodem. Dat hebben we alleen niet van de een op de andere dag geregeld. En daarom zullen we tijdelijk fossiel met fossiel moeten vervangen. En dan is vloeibaar gas, ook al is het wat duurder, de beste oplossing. Het allerbelangrijkste is dat we voor aankomende winter ook weer voldoende gas kunnen inkopen om onze gasopslagen te vullen. En dat doen we natuurlijk het liefst tegen zo laag mogelijke prijzen. Daarom is Nederland voorstander van gezamenlijk inkopen. Europese landen moeten elkaar niet beconcurreren op de internationale markt, maar samen marktmacht vormen en prijsafspraken maken met de landen die vloeibaar gas naar Europa willen exporteren. Er zijn ook Europese landen die voorstander zijn van een maximumprijs, een price cap. Het grote risico daarbij is dat bijvoorbeeld landen in Azië dan bereid zijn om meer te betalen dan Europa. En dat kostbare vloeibare gas dan niet naar onze havens gaat, maar bijvoorbeeld naar China. We moeten deze energiecrisis samen oplossen. Want de oorlog in Oekraïne en de hoge gasprijzen hebben één ding laten zien. Europa is te lang verslaafd geweest aan goedkope fossiele brandstoffen uit Rusland. En die tijd komt nooit meer terug. En daarom moeten we nu als Europa echt massaal inzetten op energiebesparing en veel meer schone energie van Europese bodem. Zodat Europa echt onafhankelijk kan zijn op het gebied van energie.